in Avro's column De toestand in de wereld door meester GBJ Hilterman. Dat razend ingewikkelde gesprek over aeroraketten, geneert u zich niet als u het niet meer helemaal kan volgen, dat speelt zich toch af, geloof ik, op een te primitief niveau. Ook al erken ik direct dat het een historische gebeurtenis zal zijn wanneer er een begin gemaakt wordt, een beginnetje eigenlijk, met de vermindering van de waanzinnige overbewapening van onze wereld. Maar het moet niet bij rekensommetjes blijven, want er is veel meer aan de hand. Uit de menigte aanwijzingen durf ik nu met stelligheid te concluderen dat in de Sovjet-Unie een grootscheepse en serieuze poging wordt ondernomen om de staatkundige opstelling van dat communistische rijk grondig te veranderen. En als dat ook maar een beetje lukt, dan wordt een totaal nieuwe verstandhouding mogelijk tussen de communistische en de niet-communistische wereld. En dat is de hoofdzaak. Die poging wordt ondernomen om drie gewichtige redenen. En de eerste is dat in de Sovjet-Unie een oude generatie is uitgestorven. En dat is een generatie die geschoold en gestaald en gehard is. Eerst in de strijd van de nihilisten tegen de tsaar. Daarna in de burgeroorlog, in de Stalinistische terreur. En tenslotte in die onmenselijk wrede oorlog 39-45 in Rusland. En die generatie is nu vervangen door een jongere. En die voelt zich veel minder bedreigd. Die voelt zich veel zelfverzekerd. Ook een ander slag mensen, ook veel beter voorbereid. En die generatie stelt vast dat in de na-Stalinistische tijd met behulp van de Brezhnev-doctrine weliswaar de terreinwinst en de invloedwinst van de oorlog gehandhaafd is, maar dat die lijn Gromyko-Brezhnev tenslotte is vastgelopen, counterproductief is, dat ze niet meer verwezenlijkt kan worden. En tenslotte beseft die nieuwe generatie ook dat de samenleving van de Sovjet-Unie vastgelopen is, dat die nieuw leven moet worden ingeblazen en toch communistisch blijven. Dat lijkt me nou niet zo zeer mogelijk, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Het betekent niet dat de doelstellingen van de Sovjets veranderd zijn. Ze willen, denk ik, want dat is namelijk logisch, toch van het hele Euro-Aziatische continent hun invloedssfeer maken. En dat betekent vooral daar alle Amerikaanse aanwezigheid en invloed van verdrijven. Maar ze beseffen dat het in het atoomtijdperk niet meer mogelijk is dat hele Euro-Aziatische continent militair te veroveren. En dat wij bij een gigantische botsing tussen de superkernmachten betrokken zullen raken, is daarom nu het minst waarschijnlijke scenario. De grote taak van de niet-communistische wereld en van West-Europa in het bijzonder is zich op te maken om met politieke, economische en organisatorische maatregelen onze onafhankelijkheid en vooral onze zelfstandigheid te verdedigen. Doen wij dat niet en tellen wij alleen maar raketten en kernkoppen, dan bereiden wij ons voor op een verkeerde bedreiging. In de politiek, en dat betekent in feite in de geschiedenis, staat niets helemaal vast en het zou daarom misdadig lichtzinnig zijn als wij zouden verzuimen West-Europa ook militair te beveiligen om een eventuele overrompeling het hoofd te kunnen bieden. Maar ook als Mikhail Sergejevich het moeilijk krijgt en zelfs als hij het veld zou moeten ruimen, dan denk ik dat de hoofdlijnen van zijn politiek zullen worden voortgezet, want die politiek is niet de privéhobby van de secretaris-generaal, maar wordt voorgeschreven door de nieuwe omstandigheden. Als u de tekst van deze uitzending nog eens wilt nalezen, kunt u hem thuisgestuurd krijgen wanneer u 1,95 overmaakt op Giro 14 13 14 ten name van de AVRO in Hilversum onder vermelding van servicebrief nummer 35.